net op de boot. Naar de achterkant van de boot. Het is dus net echt wat gebeurd voor ik ging filmen voor die video. Maar ik ben dus foto's aan het maken voor een nieuwe Insta-klos, het Zeeuw. Dit is een pakket, echt bizar groot. Tijd voor het eerste setje. Dus ik loop nu even naar een hele mooie vijver. Altijd in Huizen Delven. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik pak even een drinkdingetje erbij van iFood. Want ik heb trek. Nee, niet gesponsord. Maar ik ga deze lekker opdrinken. Die vind ik heel erg lekker. Wederom weer niet opgekregen. Dus ik heb nog een helftje wat ik kan opdrinken. Het is dus vandaag maandag. En vandaag moet ik eigenlijk deze week ben best wel druk. Drukke planning. Maar wel heel erg leuk. Vanmiddag moet ik, ach, eigenlijk zo snel mogelijk, moet ik even bezig voor school. Maar eerst wil ik eigenlijk een get ready with me opnemen, want het is nu nog niet bizar warm. De hele week wordt het echt hier in het oosten 25 tot 30 graden en vandaag wordt het 21 tot 22 graden. Dus dan kan ik beter vandaag filmen, want anders is het gewoon veel te warm. Dus ik ga straks een plamuurlaag op mijn hoofd creëren. En vanavond ga ik nog sporten, dus ik ga er deze week weer tegenaan. Ik heb gisteren was het zondag de hele dag gezond gedaan. Echt, ik ben echt trots op mezelf. Maar echt goed gezond. Gewoon in de zin van ook nog wel dat je normaal blijft eten. Dus niet jezelf laat uithongeren. Daar ben ik namelijk geen voorstander van. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En ik merk dan gelijk dat ik een minder opgezette buik en zo heb. Deze week heb ik dus een hele leuke weekvlog. Ik ga nog een weekendje weg. Van vrijdag tot en met zondag. Ik ga wakeboarden voor het eerst. Ik ga mijn ogen laten laseren. Mijn ogen laten meten. Nou, jullie gaan het allemaal zien. Helemaal zin in. Maar eerst ga ik heel even dit opdrinken, want ik trek het niet meer. Vandaag heb ik dit, ik heb me net gekrapt, dit topje aan van de Bershka. Die vind ik super chill met zo'n bandje. En dit broekje is van, waar is die van? Volgens mij van Shein. Oh my god, zin in. Tijd voor twee komkommersnackjes. Kijk eens. Die wil je zo wel. Nala wil sowieso. Alsjeblieft. Zo, ik heb net een get ready with me opgenomen. Het is nu, oh ja, ik heb die klok weggehaald. Want ik hoor je anders tikken op de achtergrond. Daar had ik nog aan gedacht. Heel goed, heel goed. Het is nu 10:30. En ik heb ook wel zin om die video alvast te bewerken. Want ja, ik ben deze week verder heel erg druk. Oh god, even die klok weer ophangen. En ja, anders dan, ja, ik doe vrijdag online en dan kan dat anders gewoon niet. Nou, ik vind het helemaal mooi. Dat heb ik net opgenomen. Ik heb dus een full glam lookje op, maar goed. En een beetje bijgekletst, dus heel erg leuk denk ik dat die video is geworden. Dus check die zeker even. Die is vrijdag, afgelopen vrijdag online gekomen als jullie deze week vlog zien. Ik ga nu even de boel hier een beetje opruimen. En dan die weekvlog editen. Of die weekvlog, jeetje. Dan die video editen. Daarna ga ik lekker, echt geen zin in. Eigenlijk voor school bezig. Dat moet ook wel. Het is dus net echt wat gebeurd voor ik ging filmen voor die video. Maar Nala is ontsnapt net. Nou, echt gezeik. Dat is dus die lichtbruine. Ja, ik weet niet. Echt heel dom van mezelf. Maar ik had hier die pin er niet in, dus hier was helemaal een spleet. En toen zat ze achter dit huisje. En dat kun je waarschijnlijk niet zien, maar ja, achter dit huisje kom je niet echt. Dus was echt drama. En op een gegeven moment kwam ze er zelf weer uitlopen, gelukkig. En toen heb ik een snoepje gegeven, toen heb ik haar gepakt. Toen begon ze te spartelen, want ze was denk ik een beetje bang. Nou, dus het was even hectisch. Kom maar. Oh, nu kom je achter. Oké, daar is die. Kom maar. Laat je nou mijn snoepjes. Mama? Nou, heb jij geluk, jongen? Nee, Nala. Je moet daar. Oh nee, stop. Nala. Is lekker. Oh, ze heeft hem. Zag je dat? Ik heb het gefilmd. Nou. Barsje is er en
ze is weer blij. Goed verhaal. Het is ook al wel lekker weer, dus ik ga even snel alles doen, zodat ik lekker in het zonnetje bezig kan voor school. En dan ga ik vanavond sporten. Een paar weken terug kreeg ik een pakketje binnen van Stronger. En ik dacht, ik ga dat nu in deze vlog aan jullie laten zien. Ik heb er al wat aan gehad. Ik heb er al met een paar gesport. En zoals jullie nu ondertussen wel weten, ben ik echt heel erg fan van Stronger. Echt, ik vind die sportkleding vergeleken met, nou ja, andere sportmerken best wel betaalbaar. En het schijnt ook gewoon niet door. Ik bedoel, als ik een sportlegging aandoe, dan verwacht ik gewoon, als ik dat bestel, dat het gewoon niet doorschijnt voor bepaalde prijzen wat je ervoor moet betalen. En ik heb wel eens meegemaakt dat ik 80 euro voor een sportlegging bij een bepaalde site heb besteld, zeg maar. En dat het dan gewoon doorschijnt. Dat ik echt denk van ja, dan is 80 euro ook niet waard. Dus ik ben echt fan van Stronger. Het is heel comfy. Het zit heel lekker. Het stretcht heel mee. Het schijnt niet door. Het is echt heel chill, vind ik. En high-waisted. Je hebt ook sommige natuurlijk niet high-waisted. Maar er is gewoon heel erg veel keus. Goed, ik had dus een pakket binnengekregen. En ik ga jullie even laten zien wat ik van Stronger allemaal heb binnengekregen dit keer. Ik heb ook een mega leuke kortingscode. Met Floor20 krijg je 20% korting op Stronger. Ik zet het ook even in de beschrijving. Ik ga het even aantrekken en ik zit in mijn bikini. Dus denk niet, huh, wat zit je hier BH te filmen? Ik heb lekker in het zonnetje gewerkt. Dus even een unboxing en try-on haul van Stronger. Tijd voor het eerste setje. Ik draag namelijk de Sarah Lissy set van Monica Geuze. Heel erg fijn. Dit is het topje. Ik heb er ook geen BH onder. Hij zit heel lekker stretch, maar toch zit het strak. Het is ook echt een heel fijn, lekker zacht stofje. En ik heb dus ook al met deze legging gesport. Ik vind het echt zo'n fijne legging. Hij zit gewoon super stretch en heel erg zacht. Dus ik ben hier echt blij mee. En hij sluit ook heel erg mooi aan. Dus dat is dit setje van Stronger. Even wat informatie vooraf. Ik ben 1,69 en ik draag altijd maat S van sportkleding. En bij Stronger heb ik ook maat S. Dus het valt gewoon naar maat. Naar mijn weten. In ieder geval, bij mij valt het gewoon naar maat. Dan heb ik deze sport BH aan. Je kan het ook gewoon dragen als een sporttopje. Want met dit weer is het echt super fijn om, ja, gewoon iets korter en niet lange mouwtjes aan te hebben. Het is deze kleur in Dusty Green. Ik heb hem ook in een legging. Bijpassende legging. Dus dan heb ik helemaal een match set. Maar het is ook gewoon leuk om met andere setjes te combineren. Dus ja, dat is dit topje. Zit ook heel erg fijn. Lekker strak. Alles blijft lekker op zijn plek zitten. En tegelijkertijd is het ook gewoon een heel mooi topje. Ik vind het een hele mooie kleur. Dan heb ik het topje ook nog in het beige. Als ik eenmaal iets fijn vind, dan wil ik het ook gewoon in alle kleurtjes hebben. Dus in een beige, echt heel erg mooi. Hier zie je ook weer dat Stronger erop gedrukt. En ik heb dus ook de sportlegging in het beige. Echt heel erg blij mee. Gewoon een heel erg leuk setje. Het zit weer lekker stretchy, dus ik ben heel erg blij met dit setje. Dan heb ik dit sportshirtje, wat ik ook echt mega fijn vind. Als het gewoon wat koeler is, dan vind ik je sportshirtje echt heel erg fijn. Hij is ook heel erg lekker zacht. Ik heb trouwens even een chillbroekje nu aan. Maar normaal, als je dan een high-waisted broek of legging hebt, dan komt dat gewoon tot hier. Maar echt heel erg fijn. Er zitten mooie, ja, weer die banden eigenlijk op. De achterkant, die ademt ook dat stofje, zeg maar. En voor de rest staat hier dan weer Stronger. Dan heb ik nog dit sporttopje. Dit is een beetje zo'n tanktopje. Ook heel erg mooi vind ik deze. Ook dat hij wat, ja, hij zit hier zeg maar over elkaar. Twee van die stofjes. Dan krijg je echt zo'n leuk effectje hier. En dan zie je nog een stukje buik. Dus ik vind dit wel echt heel erg leuk. En het stofje is wederom weer heel erg zacht. Dus ook hier ben ik heel erg blij mee. En dan als laatst dit sporthemdje. Deze is wat langer aan de voorkant ook. Dus die valt een beetje zo. Deze heb ik laatst ook aangehad met sporten met de Sarah Lissy legging. Ja, en deze is ook gewoon weer heel erg zacht en heel fijn. En dan staat hier heel subtiel Stronger. Dus dat waren de items van Stronger. Gebruik dus de kortingscode Floor20 voor 20% korting. De vlog is dus net live gegaan. Waarbij ik dus, nou ja, op YouTube deel wat er dus eindelijk uit is gekomen dus met de oorzaak van mijn angststoornis. En hoe ik dan, hoe het kon dat ik het last had van, nou ja, duizelingen, hoofdpijn, et cetera. Die vlog is dus net live gekomen. En toen heb ik dit op Insta nog geplaatst, op mijn stories. Dit, dus mocht je het willen lezen, zou ik het even anders op play zetten nu, op pauze. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik nu helemaal weer back on, ja, ik ben wel back on track, maar in de zin van, het is niet dat opeens zo patsboom alles weg is. Dat ik geen symptomen. Het is symptomen. Maar ik zal het symptomen.
whatever. Ik bedoel, ik ben nog steeds duizelig en zo. Maar het is nu meer dat ik gewoon een oorzaak heb waardoor ik het een plekje kan geven. Dus die duizeligheid en zo, dat hoort er gewoon bij. Daar moet ik mee dealen. Dat is gewoon helaas iets medisch wat niet opgelost kan worden. Ja, door middel van zout eten en zo heel veel. Maar volledig oplossen zou het niet. Maar het is gewoon fijn dat ik gewoon weet waar het vandaan komt. En dat het niet erg is en niet ernstig. Dus dat ik ook gewoon kan denken van, goh, ik ben nu duizelig. Hoort erbij. En door, weet je wel. Dus ja, dat is gewoon heel erg fijn. Dus ik zou af en toe echt nog wel duizelig zijn. Of mijn dal momentjes hebben dat je denkt, poh, dit gaat echt even niet. Maar toch is het anders omdat ik gewoon weet waar het vandaan komt. Dus dat wilde ik nog wel even zeggen. Ik ga zo sporten. Zo, ik heb net gesport. En ik ben nu een rondje aan het lopen, want het is echt nog heel erg lekker weer. Dus ik loop nu even naar een hele mooie vijver. En dan ga ik daar gewoon even zitten. En ja, even nog genieten van de laatste zonnestralen. Of nou ja, laatste. De komende tijd is alleen maar mooi weer. Dus ja, ik had er even zin in. Even lekker bij het water zitten. Goedemorgen, het is dinsdag en oh my god jongens. Ik moet dit zo erg opruimen. Dus dat ga ik nu even doen, want het is nu 10 uur en om 11 uur moet ik bij de opticien zijn. Want ik ga, of nou ja, ik krijg een nieuwe bril. Voor mijn verjaardag heb ik dat gevraagd, want ik heb mijn oude, eens kijken waar ik die heb. Die moet ik trouwens ook meenemen. Oh hier, deze. Die heb ik nu al ongeveer 4 jaar. En deze is van Prada. Daar krijg ik heel vaak de vraag naar. Maar ik kan het wel even laten zien. Bij die poten is die al, zeg maar, niet meer mooi. En het glas heb ik ook heel vaak vervangen. Omdat die gewoon elke keer vlekken heeft en krassen. En ja, ik weet niet. Hij is gewoon echt heel goed gebruikt natuurlijk. Dus ik dacht, het is tijd voor een nieuwe. Want ik wil ook een nieuw montuurtje. Ik wil een beetje een gouden. Die heb ik in mijn vorige week vlog laten zien. Dus vandaag ga ik mijn oog opnieuw laten meten. Want waarschijnlijk ben ik een beetje achteruit gegaan. Ik had altijd min 2. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat ik nu heb. Ik heb het gevoel dat het echt veel slechter is geworden. Dus we gaan het zien. En dan gaan ze die glazen maken. En dan krijg ik een gratis zonnebril bij op sterkte. En nog een cadeaubon. Dus dat is altijd goed. Dat is bij de Pearl. Het wordt vandaag 23 graden. Dus ik heb dit topje aan. Dit is een beetje zo'n mesh topje met bloemetjes van Shein. Daaronder heb ik deze bralette. Die is ook van Shein. Het schijnt dan een beetje door. En dit broekje is van Colorful Rebel. En die vind ik heel erg leuk. Want die heeft van die franjes. En het riempje hoort daarbij, bij dit broekje. Zit ook heel lekker. En dan heb ik mijn Dr. Martens aan. Ja, ik kan niet echt veel meer. Want het is echt een teringmende. Dus ja, ik heb gisteravond vergeten mijn haar te wassen. Beetje dom. Dus het is nu heel vet. Dus ik dacht, ik doe het gewoon even in een strakke staart. Ik ga dit nu even snel opruimen. En dan ga ik naar de opticien. Ik had namelijk gisteravond nog heel random. Toen vroeg mijn zus, want mijn zus is echt niet van het opruimen en zo. Of tenminste niet van haar kledingkast en zo. En vroeg ze of ik haar wilde helpen met haar kledingkast uitzoeken. Nou, heerlijk vind ik dat. Dus graag. Dus we hebben al haar kleren uitgezocht en echt heel erg veel bij Vinted gezet. Ik zou hier even laten zien wat ze allemaal bij Vinted heeft staan. Waarschijnlijk is er al wel wat daarvan verkocht. Maar bij deze, mocht je iets leuks zien op haar Vinted, zou ze het echt heel erg leuk vinden als jij wat bij haar koopt. Mijn zus die is 1,72 volgens mij. En ze draagt altijd een S of een M. En soms is ze ook wel een L van iets. Dus check zeker haar Vinted. Er staan echt leuke items tussen. En ik heb haar gisteren ook nog die foto's van gemaakt. Dus dat was wel heel leuk. Dus ik zal het ook in de beschrijving zetten, haar Vinted account. Het geurtje die ik vandaag opdoe is deze van Dolce & Gabbana. Die is zo lekker. Zo, ik ga onderweg naar de opticien. Zo, die zon is echt niet normaal. Ik heb nog wel even een vraagje. Mocht jij ook last hebben dus van die hele lage bloeddruk. Ik had dus gisteravond echt bizarre lage bloeddruk. Tenminste, voelde me helemaal naar. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het gewoon warm is. Dan gaat je bloeddruk al wat sneller naar beneden. Nou ja, ik heb dus al van mezelf dus, wat blijkt, een lage bloeddruk. Een hele lage bloeddruk. Maar ik ben dus gisteren ongesteld geworden. Ja, misschien een beetje too much information. Maar dan word je, als je echt heel veel bloed verliest. En guess what? Dat heb ik. Dan
ja, gaat je bloeddruk nog meer naar beneden. Dus mijn bloeddruk is al super laag. En gisteren ging mijn bloeddruk dus nog meer naar beneden. Omdat het super warm is en ik veel bloed verlies. Dus, oh, echt gisteravond. Ik lag in bed. Ik was helemaal naar. Dus als je tips hebt wat ik dan op dat moment kan doen. Of gewoon tijdens mijn menstruatie eigenlijk vooral. Let me know. Moet ik dan nog meer zout eten of zo? Want als je echt weer te veel zout eet, lijkt me ook weer niet goed voor je nieren en zo. Dus ik vind het allemaal maar een beetje lastig. Dus laat maar even zeker weten als jij daar dus ook last van hebt. En als je tips hebt voor tijdens menstruatie, want dat heb ik echt nodig. Maar goed, ik ga nu naar de opticien. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt met mijn oog opnieuw meten. Ik heb mijn andere bril ook mee. Voor de zekerheid, geen idee waarom eigenlijk. En dan gaan we het zien. Oh mijn god, er zit een hele tijd een wesp bij mijn deur. Net als ik film, niet? Ik durf er niet uit, want straks vliegt hij erin. Nou, super. Ik kom net van de opticien. Mijn cilinder is sterker geworden of zo. En mijn sterkte is van min 2 naar min 2,75 gegaan. Nou, in 4 jaar of zo. Dus dat was best netjes. Dus ja, iets verslechterd, maar niet heel ernstig of zo. Dus nou, super. Ik heb nu al alles al betaald. En dat is natuurlijk gewoon, omdat het natuurlijk een verjaardagscadeau is, natuurlijk gewoon tikkies of zo. Een beetje raar, maar goed. Want nu kunnen anders gewoon die glazen zo gelijk gemaakt worden. Dus over 2 weken kan ik dat ophalen. Dus dan heb ik mijn nieuwe bril en mijn nieuwe zonnebril. Echt heel erg blij mee. Ik heb het net weer even opgedaan. Ik vind het echt heel erg mooi staan. Dus echt helemaal blij mee. En dan ben ik ook echt van plan om dit elke dag te gaan dragen. Want ja, dat moet wel met min 2,75. Ik zie gewoon niks. En omdat ik zulke cilindervormig oog heb, kan ik ook geen lenzen. Dus vandaar. Nou, ik ga nu naar huis toe en dan ga ik bezig voor school. En geen zin in, maar goed, moet ook gebeuren. Goedemorgen, het is woensdag. Ik heb me even klaargemaakt, want ik ga zo naar school toe. Echt geen zin in, maar goed, moet wel gebeuren. We gaan namelijk bezig voor een project. Hele grote deadline dus. Ja, ik heb dus klaargemaakt en het wordt vandaag 25 graden. Dus ik heb, het is er al een beetje uitgegaan zo, dit shirtje aan van Lovies. Dit broekje, dit is een leerbroekje, heel erg leuk in een beige. Die heb ik van Naked. En dan heb ik deze laarsjes aan van Comcat Fashion. Dat vond ik wel leuk zo bij elkaar. Dus dat is het outfitje. Ik heb dus gisteren mijn haar gewassen. Dus het wil niet echt ja, blijven zitten altijd die plukjes dan. Omdat het dan gewoon nog super glad is. Dus ik denk dat ik het gewoon een beetje zo ga dragen of achter mijn oor. Of dat ik nog even een elastiekje meeneem. Ik zie het wel. Zoals ik net al zei moet ik vandaag naar school. Om 11 uur moet ik daar zijn. Maar ik moet 3 kwartier altijd met de trein. Het is toch best wel ver. Het is namelijk in Enschede en ik woon in Nijverdal. En dat is 3 kwartier met de trein. Met de sprinter. Dus dan ben ik daar om 11 uur. Dus als ik om 10 uur hier weg ga dan komt het helemaal goed. En dan ik weet niet tot hoe laat we gaan zitten. Ik denk niet zo tot heel lang. En dan ben ik 's middags wel weer thuis denk ik. En dan ga ik 's avonds naar mijn vader. Want ik moet nog wat voor school bij hem doen. Dus dat is de planning. En ja, een beetje een schooldagje dus. Zo, ik ben thuis van school. En ik heb gelijk even nu mijn bril opgedaan. Want die was ik dus vergeten om mee te nemen naar school. Echt super dom. Maar ik moet heel veel grafische dingen doen. Dus het is best wel detail. En ik zat de hele tijd met mijn ogen zo te trekken. En oh, ik zie nu ook gewoon weer scherp. Ik heb hem al een paar dagen niet opgehad. Maar ik heb zo'n hoofdpijn. Ik dacht, ja, ik moet hem even opdoen. Ik kan ook echt niet wachten tot mijn nieuwe bril klaar is. Want ja, die glazen worden nu gemaakt, zeg maar. En dan kan ik hem over een weekje ophalen. Maar ik ben nu thuis. En er zijn dus 2 hele grote pakketjes binnengekomen. Of tenminste, 1 hele grote en 1 wat kleinere. En ik heb geen idee wat het is. Dus ik dacht, ik ga dat even unboxen met jullie. Oké, als allereerst van Poepa. Is het Poepa of Poepa? Poepa. Ik heb echt geen idee, maar ik krijg wel eens, als ze nieuwe producten binnen hebben of zo, krijg ik wel eens producten van hun. Nou, het komt dus in deze hele leuke tas. Altijd handig. Ook voor vakantie of zo om dingetjes in mee te vervoeren. Het is dus make-up van Poepa of Poepa. Ik denk Poepa. Milano. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb als allereerst de Face and Eye Waterproof Palette. Hoe leuk ziet dit eruit? Echt super zomers. Heel erg mooi. Een highlighter, een blush en een bronzer. Echt, hoe kan dit waterproof zijn? Dan zitten er nog 3 oogschaduwsticks in van de Cocktail Party. Ik heb hier de kleur als eerst. 900 of 006. Maar dit is de kleur. Echt heel erg mooi
een champagne kleurtje. Zo'n stick voor je ogen. Dus die. Ik heb hem in de kleur 008. Ja, 008. Die van Annette was dus 006. In een wat meer roze champagne kleurtje. Heel mooi vind ik dit. En een blauwige stick. En dit is de kleur 003. Wow, en deze is zwart met een glittertje. Dat komt altijd wel van pas. Ook weer de Cine Day Lip Balm. Echt leuke flaconnetjes. Wow, deze is heel roze. Dit is dus een lipbalm. Ja, ik hou niet zo van dit hele felle roze. En dan als laatste met palet. 4 oogschaduws. Oeh, dit is altijd goed. Dit zijn gewoon best wel basic kleurtjes. Van die matte kleurtjes. Dan nog een doos. En ik heb echt geen idee. Er staat Social Friends. Ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee. Ah, ik weet het nu wel. Nou, dit is voor een Insta-samenwerking. Maar ik kan het hier ook wel even snel laten zien. Ik heb hier een keratine shampoo van Chi. Of She, I don't know. Het ziet er heel mooi uit. En parabenen zo vrij. Parabenen zo vaatvrij. Ik ga deze testen. En uiteraard als ik hem fijn vind, laat ik dat weten. Dan ook nog de conditioner. Oh my god. Super chill. Dan een nieuwe Chi 2-in-1 krultang. Ik ben heel erg benieuwd. Hoeveel millimeter is dit? 25 millimeter. En dan zit er nog wat in. Echt, ik ben zo verwend. De Chi of She Keratin Leave-In Conditioner. Dus dat is echt een spray. En dan als laatste Digital Hair Dryer. Dus gewoon een föhn. Oh my god, echt heel erg blij mee. Ik ga dit gauw testen. Dus dit ga je waarschijnlijk voorbij zien komen als ik het fijn vind. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Dus dat heb ik gekregen. Heel erg blij mee. Ik ga nu verder kijken naar vakanties. Want ik heb de hele ochtend eigenlijk en ja, net in de trein vakanties helemaal uitgepluist voor Sander en mij. Dus er zit zeker wat tussen. Dus we gaan nu even voor de final beslissing. En dan gaan we waarschijnlijk boeken. Goedemorgen, het is alweer donderdag. En ik zal even bijkletsen. Want gisteravond ging ik uiteindelijk naar mijn vader. Omdat ik wat dingen voor school bij hem moest doen. Moest regelen. Maar toen ben ik uiteindelijk blijven slapen. Omdat het anders wel een beetje laat werd. Want anders moet ik weer bijna een uur naar huis toe terugrijden. Dus toen ben ik blijven slapen. Maar ik had natuurlijk mijn camera niet mee. Dus vandaar dat ik hem nu weer open. Nou, ten eerste ben ik wakker geworden met 2 hele grote knoepers. Echt niet te doen. Ik denk omdat ik ongesteld ben. Maar ja, ik ga vandaag gewoon lekker geen make-upje opdoen. Of tenminste vanmiddag. En dan ga ik een beetje in de zon zitten. Zodat ik hoop dat het een beetje, ja, en verkleurt en wegtrekt. En ik ga ook nog mijn konijnenhok schoonmaken. Dus lekker buitendagje. Maar ik ben dus foto's aan het maken voor een nieuwe Insta-closet sale. Als je me nog niet op Insta volgt, mijn Insta is @floordelver. Deze gaat niet weg, maar dat was voor de foto. Maar ja, ik heb wat items die ik ga verkopen. En eens in de zoveel tijd zet ik dat dan in mijn closet sale op Instagram. Dus check dat zeker even. En ik heb ook nog wat items die ik ga doneren. Nou, mocht je er nog nooit van hebben gehoord. Ja, ik doe dus één keer in de zoveel tijd een closet sale op Instagram. Ik zou het even laten zien. Dit is mijn Instagram account en dan heb je gewoon van die highlights. En dan heb ik daar staan, even kijken waar staat die hier, closet sale. Dat is deze. Nou, en ik heb er al toevallig nog wat items bij staan die ik nog verkoop. Maar hier heb je een beetje de regels. Dus ja, als jij een item leuk vindt, kun je gewoon reageren op dit item bijvoorbeeld. En dan stuur je een tikkie en dan is het item van jou. Dus eigenlijk verkoop ik alleen maar dingen die echt nog maar een paar keer zijn gedragen of gewoon nieuw zijn. En als het wat vaker is gedragen, dan geef ik het gewoon weg of doneer ik het. Dus vandaar. Dus volg me even op Insta als jij ook mee wil doen met volgende closet sales. Of misschien is er nog een item over van de huidige closet sale. Dan kun je die wellicht voor een klein prijsje bemachtigen. Ik ga nu lekker zonnen, even een beetje bijkleuren. En dus de konijnenhok verschonen. En ik heb dus een nieuwe bikini van Colorful Rebel. Ik vind hem echt heel erg mooi. En deze kimono vind ik ook echt zo mooi. Die is van Shein. En ik ga vanavond de vakantie boeken met Sander. Echt zoveel zin in. Dus dan neem ik dit zeker mee. Ik wilde net in het zonnetje gaan liggen. Want ik heb alles klaar qua closet sale. En gaat trouwens heel hard.
En konijnenhok is gewoon gemaakt zo. Ja, ik zie er niet uit, maar dat maakt niet uit. En ik zie opeens een heel groot pakket vaccins binnenkomen. En ik weet dat ik een mailtje had gekregen dat ja, ze heel erg blij zijn met ambassadeurschap. Want ik ben natuurlijk ambassadrice van Xenos dit jaar. Echt super vet. En dat ik een bedankje heb gekregen. Dus ik ga even kijken wat erin zit. Dit is een pakket. Echt bizar groot. Oh, wat lief. Echt mega veel ook gewoon weer. Oh, echt super leuk. Oké, ik ben benieuwd. Hele snelle Xenos shop nog. Anders wordt deze vlog echt bizar lang. Een spiegel van een oog, zeg maar. Oh, twee van deze bekertjes. Deze vaas. Oh mijn god. Dan een watertapper. Heel leuk. Een kussen. Deze superleuke strandtas. Sea, Sun, Salt. Deze, dit lijstje. Een ringhouder. Oh, dat is handig. Wat leuk. Een ringhouder. Pak smelt. Nou, echt super, super blij mee. Dankjewel. Oh, ik heb spierpijn. Goedemorgen, het is alweer vrijdag. Gisteren was ik helemaal weer vergeten te vloggen. Ik had ook heel erg veel haast. Gisteren was het zusje van Sander jarig. Oh, mijn armen. Maar, dus ik had me op een gegeven moment klaargemaakt. Ik had die pakketjes allemaal gedaan. Toen ben ik me gaan klaarmaken en toen douchen en zo. En toen ben ik die pakketjes op de post gaan doen. En toen moest ik echt heel erg haasten, want ze gingen uit eten en anders kwam ik te laat. Dus haast, haast, haast. Dus toen ben ik het helemaal vergeten. Maar nu is het dus vrijdag en ik heb net gesport. Ik kom dus net vanuit Sander en toen ben ik gaan sporten. Of nou ja, sporten, gewoon trainen bij CrossFit, zeg maar. En ik ben helemaal gesloopt. Het wordt super warm vandaag. Bijna 30 graden hier. En echt, het was zo warm. Dus ik had dit topje aan van Stronger. Met deze sportlegging van Stronger. Maar op zich had ik wel wat kortjes aangekund. Van man, zweten. Dus ik ben helemaal bezweet. Ik ga straks lekker douchen. Mijn haartjes wassen. En ja, voor de rest moet ik nog wat dingetjes afronden voor school vanmiddag. Ik moet nog wat nieuwe pakketjes inpakken en op de post doen. Oh, mijn fles lekt. En ik moet, oh ja, cadeautjes allemaal even ready to go neerzetten. Want ik ga dus vandaag een weekendje weg. Vanaf vanavond, zeg maar. Dus ik moet alles even meenemen en ordenen. Want mijn zus is dus, nou ja, bijna afgestudeerd. Maar we gaan dit weekend alvast haar cadeau geven. Dus dat moet ik allemaal even pakken. En ja, Lisa die is zondagjarig. Dus vanuit dat weekendje weg ga ik nog naar haar verjaardag. Dus haar cadeau moet ik ook nog even inpakken. Dus dat soort kleine dingetjes moet ik nu even doen. Er zijn twee pakketjes nog binnengekomen. En ik heb geen idee eigenlijk wat het is. Dus ik dacht, ik maak het eventjes snel open. Oeh, ik heb een facial product gekregen. Die mag ik uittesten. En een heel erg leuk kaartje van Social Friends. Nou, leuk. Ik weet niet hoe ik het er laatst doe, maar ik heb weer een beetje haast. Ik ga even het nijverdel op met mijn zus, die wou dat. En ik moest nog even snel mijn tas pakken, maar daarin zitten allemaal pakketjes. Dus ik heb gewoon even een action tas gepakt. Maar ik dacht, ik laat nog even zien wat ik aan heb. Want ik heb dus een nieuwe jurk aan van By Must Have. Zo'n lange, echt heel erg leuk. Dus wij gaan nu snel het dorp in. Nou, we hebben nog wat dingetjes gehaald. Ik heb nog bij Lily wat jurkjes gekocht. De airco staat heel hard aan trouwens. Eerst deze. Ja, dit is zo'n lila. Met een pofmoutje en dan zo'n overslagjurkje. En ook nog deze, dit is van Lofies. Deze. Heel erg leuk. Ook een jurkje. En er zit ook nog een glittertje in. Dus voor vakantie. Want we hebben officieel gisteravond ook nog de vakantie geboekt met Sander. En dan hebben we nog bij medicamenten die grenzen ook nog wat dingetjes gehaald. Even kijken. Ik heb van Douglas zo'n shower foam. Dat is ook wel handig voor het weekendje weg. Ik heb voor vakantie zo'n SPF labellotje. Deze vind ik heel mooi, ook van Douglas. Zo'n olie met glitter en dan kun je dat op je lichaam smeren. Een micellair water. Maar goed, mijn batterij gaat uitvallen, wij gaan naar huis toe en dan gaan we onderweg naar het weekendje weg. Nou, we zijn aangekomen in het vakantiepark waar we zeg maar zitten. In een 8-personen huisje. Ik heb me weer omgekleed. Echt, ik ben echt heel erg de hele tijd aan het omkleden. Maar ik heb hier even alle, ja, douchedingetjes er zo neergezet. We hebben hier, dit is de kamer van mij en Sander. Echt gewoon super chill. Nou, ik slaap aan die kant.
En dan hier gewoon mijn kleding gedaan. Niet zo heel boeiend. Dan heb je hier de gang. Keuken. Is ook best wel groot allemaal nog. Ziet er ook heel leuk uit wel. Nou, een koelkast natuurlijk goed gevuld. Altijd in huizen Delven. Nou, drankjes, eettafel. Daar nog een woonkamer. Buiten dus het terras waar iedereen zit nu. Even kijken, wat heb je hier? Ik heb geen idee eigenlijk. Een spiegel. Wat is dit? Oh, een meterkast of zo. Wat is dit? Oh, hier is een wc. Ik heb eigenlijk zelf ook nog niet in gekeken. Hier is dus de voordeur. Nou, dan hebben we hier dus mijn kamer. Of onze kamer. Hier slapen de jongens. Gewoon een kamer. Hier hebben we de badkamer. Ziet er ook goed uit. Lekker regendouche. Zo. En een grote spiegel. Als je dan hierheen gaat, heb je weer een kamer. Hier nog een badkamer. Oh, hier heb je een bad. Nice. En hier nog een grote kamer. Dat was het toertje. Wij gaan nu lekker even wat eten. Drankjes vanavond doen. En morgen gaan we lekker wakeboarden. Echt heel veel zin in voor het eerst. En zwemmen. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ga even dit crampje wat ik heb gekregen opdoen. Ik heb dan nog steeds hier en daar een pukkel. Ik heb een nieuwe jurkje aan. Echt hoe leuk. Ik weet niet of het te zien is. Hij is echt heel erg leuk. Er zit ook glitter in. Maar ik heb nog mijn bikini aan. Want we gaan vandaag eigenlijk alleen maar wakeboarden of zwemmen. Dus ja, ik ga me ook niet klaarmaken of zo. Want dat is een beetje onzin. Als we toch alleen maar gaan zwemmen. Dus ja, wel heel veel zin in. Ik ga dus voor het eerst in mijn leven wakeboarden. Achter zo'n boot met zo'n plank. Dus ik ben heel erg benieuwd. En daarna gaan we dus lekker zwemmen. Maar dat moet in tijdsvlakken in verband met alles. Dus ja, zin in. Oh, dit is een scrub. Oh, grapje. Ik dacht het was een crème, maar het is een scrub. Oké, ik ga dit even voor mijn gezicht afwassen. En een beetje wakker worden. En dan gaan we het park hier een beetje verkennen en wakeboarden. Hey! Ah, snoepje. En is heel zacht. Moet je maar voelen, hij doet niks. Wow. Wolle. Ah. We zijn in de gamehal en ik ben dus net hierin geweest. Het is een soort botsauto, was wel echt grappig. Maar ja, nog even gamen en dan gaan we zo wakeboarden. Vloggy! En dan Oh, je telefoon viel. Ja, als je die bij jou voor het bakje wil leggen, voordat die in het water gaat. Bakje? Ja, daar is het goed hoor. Ja? Yes, dus ga hem lapsen. En dan als je eenmaal gaat, straks je hebt weerstand, dan moet je naar de achterkant van de boot gaan. Dat is weer klaar. Oh, dus je moet niet verkeerd. Ik heb net het touw tussen het schoen zitten. Dat kost me een kratje bier. Ja, ja. Kratje bier het ergste is. Mag je nu zelf wel aan meedrinken dan? Je moet het opnemen dat Yes, hou die plank gestrekt, hou je klein gestrekte armen. Gaan we. Ja, benen vooruit. Bijna, het was het bijna. Wat is het voor Kom op. Ja! Morgen, het is zondag. Oh, ik ben moe en brak. Ik heb niet echt meer gefilmd gisteren. Want na het wakeboarden was ik echt kapot. Het was echt super zwaar en echt veel moeilijker dan ik dacht.
Dus ik was daar eigenlijk niet echt goed in. Jesse, dat is de vriend van mijn zus, die was er echt super goed in. Dus dat was wel echt super leuk om te zien. Maar ja, tijd hier zit erop. We gaan nu zwemmen. Het is nog best wel vroeg. Het is om 9:30. En dan gaan we ergens lunchen en dan gaan we ook weer naar huis. Dus dan hebben we dit hele weekend hier lekker gezeten. Dus het was wel echt super gezellig. Time to go home. Oh nee, eerst zwemmen. Is dat piep van mij? Ja. Oh. Doei! We zitten op de boot. En toen was ik alweer thuis. Het is de zondag. Ik ben echt heel erg verbrand in mijn gezicht. Maar ik heb er foundation op gedaan. Dus je ziet het niet. We zijn vanmiddag dus nog een keer gaan wakeboarden. Want Jesse die wilde dat nog heel graag doen. En hij kan het ook super goed. En nu zijn we dus thuis. Ik ben ook helemaal kapot. Maar ik heb dus nu een verjaardag. Dus ik heb me even gedoucht. Ik heb opnieuw mijn haar gewassen. Want we hadden natuurlijk vanochtend nog gezwommen. Dus er zat allemaal chloor in. En ja, ik heb een nieuwe shampoo van Chi of She. En ik vind hem echt heel fijn. En ik draag dus dit setje van de Zara. Ik vind hem nog steeds heel erg leuk. En gewoon die laarsjes van Come Get Fashion. Dus ja, ik ga nu naar die verjaardag toe. Het is al 5:45 of zo. Ik heb nog niet gegeten. Dus ik ga bij Lisa wat eten. Wat pizza eten. Echt wel heel lekker. Dus ik ga er nu vandoor. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En ik zie jullie tot gauw weer. Doei doei!